Stanley, vandaag tegen jouw team. Hoe, wat voor wedstrijd, hoe heb je de wedstrijd beleefd? Nou, ik denk dat we het best moeilijk hebben gehad. Ik denk dat we best redelijk begonnen. De eerste kwartier, 20 minuten hadden we best wel overwicht. Maar daarna kwamen zij steeds beter in hun spel. En gingen wij iets verder achteruit lopen. En met Sainz en Opschoor hebben zij gewoon hele gevaarlijke spitsen. En ja, die hielden ons wel bezig. Dus daar kregen we best wel veel problemen mee. Bal op de paal, bal op de lat. Nou, daarna krijgen zij een rode kaart. En dan wordt het iets makkelijker natuurlijk. En dan maak je gelukkig nog voor rust maak je 1-0. Dat is ook wel een belangrijk moment. En in de tweede helft dan krijgen zij nog een rode kaart, 9 man. En dan is de zaak dat je het baltempo hoog houdt en dat je de wedstrijd uitspeelt. Ging dat goed het uitspelen of? Tegen 9 man kan je het eigenlijk nooit goed doen. Maar als je er nog 2 bij maakt. En we hebben het in ieder geval geprobeerd en de arbeid verricht. Dus we zijn tevreden met de 3 punten en de 3-0. Ja. Nu volgende week op bezoek bij Excelsior Maassluis. Die verliezen vandaag ruim van Capelle. Hoe kijk je tegen die wedstrijd dan? Als ik het goed heb, hebben zij nog geen punt dan. Nee. Sowieso niet te onderschatten, want dat is ook gewoon een ploeg met heel veel kwaliteit. Vorig jaar zijn ze niet voor niks heel hoog geëindigd in de topklasse. Dus moeten we niet onderschatten, want zo'n ploeg hebben we niet. Het niveauverschil, iedereen kent het niveauverschil, is gewoon miniem. Dus we moeten er ook gewoon volgende week moeten we weer staan. En hopelijk 9 uit 4 en dan draai je in ieder geval bovenin mee. Worden er vanavond nog wat berichtjes richting Barendrecht gestuurd? Vast wel. Maar ik had me wel een leukere manier voorgesteld om deze pot te winnen. Maar ik ben heel erg opgelucht dat het in ieder geval 3 punten zijn en het 3-0 geworden is.